Buiten kijken? Kan nou, hè. Ja. Kan nou, hè. En nou is de bedoeling dat ik dit even op ga hangen, hè. Ja, dat moet ook gebeuren. Maar dan moet ik even kijken hoe ik dat allemaal heb. Want dit zit nog wel elkaar vastgebonden. Dat moeten we weer even ertussenuit, dacht ik. Ja, lieve vrienden, het is al laat eer dat ik begin te vloggen, maar vandaag druk gehad. Er zijn mensen geweest op bezoek, dus ja, daar kan je ook niks doen. Ik kom nou net van boven. Ik heb vanmiddag eventjes ook nog een uurtje weer even bed gelegen. Ik heb mijn haartjes gewassen. Ja, ook vanwege morgen dat ik die nieuwjaarsborrel heb. Dus het moet wel weer eventjes gedaan worden. Ik heb me helemaal even gepoedeld. Maar even gewoon bij de wastafel. Ja, dat. Dan moet ik zo meteen nog verder hier ook, hè? Ja. En zin hebben? Maar nee. Dat ik ben. Ik ben ook niet lekker. Ik ben wat mixed, last van mijn maag. En ja, het eerste, ik weet het. Mijn hoofdpijn die is wel gelukkig gezakt, die ik gisteren had. Maar ja, oké. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, doen? Buiten kijken? Kan nou, hè. Ja. Kan nou, hè. Ja, inderdaad, het kan nou. Ze kan mooi op de bankleuning staan en dan kan ze zo naar buiten kijken. Makkelijker kan ze het niet krijgen, toch? Nee. Jongen, nog een toe. Vogeltjes. Oei, ja, dat was een vogel. Een hele grote. En nog één. Wauw. Hé? Kan je nou maar mooi zien, meisje? Wat verdikkie, hè? Ja, inderdaad, ik kan ze nou allemaal bekijken. Ik vind het leuk hoe ze daarop reageert. Ja, dat is een auto, maar die rijdt daar. Maar je kunt hem daar zien. Spiegelbeeld door het raam heen en dan tegen de schutting. Ja, dus dat reflecteert als een spiegel. Dat is wel leuk, grappig. Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder hier aan, aan deze kant. En ik zie wel hoe en wat, hoe ver ik kom. Zeggen tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ben net weer binnen. Ik heb een bak koffie gemaakt. Ik heb Rijka namelijk uitgelaten en ik heb verlichting om me heen. Dat ga ik opruimen in zijn oorspronkelijke doosje. Ik heb al bijna een box vol werk. De slingers zijn nog niet weg, maar ik had gisteren dat raam leeggehaald. Hè? Die beeldjes. Nou, dat had ik allemaal daar neergezet erbij. En dat heb ik allemaal ingepakt. Ik heb kratten van boven gehaald. Of tenminste kratten, curveboxen. En nou is de bedoeling dat ik dit even op ga hangen. Ja, dat moet ook gebeuren. Maar dan moet ik even kijken hoe ik dat allemaal heb. Want dit zit nog wel elkaar vastgebonden. Dat moet weer even ertussenuit, dacht ik. Dat kan ook zo blijven vanzelf. Dan is dat al opgerold. Dan moet ik even het begin beginnen. Zo. En dan kan het zo meteen in het doosje terug. Ja. Helemaal gewoon geweldig. Wat opgeruimd is, is weer opgeruimd. Want morgen kom ik er weer niet aan toe. Want morgen moet ik netjes gekleed zijn. Want dan heb ik die nieuwjaarsreceptie, zoals jullie al weten. Ja. Dus ja, daar kom ik er niet aan toe om dit allemaal te gaan doen. Dus beetje bij beetje komen we er vanzelf wel. En aangezien dat ik het ook alleen nog moet doen, dat er geen man lief bij is, die is in de hemel en die kan me niet meer helpen. Nee. En ik zou mijn Rijka niet laten helpen, want dan komt het ook niet goed. Nee. Dan komt het echt niet goed. Hier lag ook nog een bindertje. Dan doen we die erbij om. Hop, kom op. Zo. En dan hup het daar. Even vast. Zo, dan kan dat in de doosje. Moet het wel weer zoals ik het wil. Maar dat zal je altijd zien. Er moet nog wat bij. En dat is
de stekker. Die moet er ook nog bij me. Dat zal meestal wel niet willen. Wat er uitkomt, gaat er meestal er niet weer in. Raar is dat, hè? Ja, we zullen het beleven. Ja, ik ben baars. Dat ding. Mijn neus ook van snuiten. Oh, dat is maar net te doen. Maar het zit er in ieder geval in. Ja. Gelukkig wel. Ik zit buiten beeld. Mooi. Oh, jullie kijken televisie, geloof ik. Ja, dan begon mijn neus even te lopen. Ja, dat heb je als je van buiten naar binnen komt. Dan is het warm, hè. Zo, dan kan die er ook weer bij in. Ik had er eerst mijn kerstman erbij in. Die rode, die zittende. Kom jij zo hier? Kijk, deze. Maar dan wordt die te hoog. Dus ik probeer kleine dingetjes te zoeken. Dat ik dat erbij in kan doen. Nog. Maar, dat, oh ja, zo om die deksel. Zo. Dat kon er nog bij in. Zoek ik daar nog een dingetje, een gaatje. Oh, dat is dat. Oh, jongetje. Nou, ja, deze krat die is leeg. Daar zitten weer spullen in wat weer hier al moet staan, hè. Ja, dan kan daar weer kerstspullen in. Nou, dan doen we die daar nog. De doosje. Dit huisje kan erbij in. Ja. Zo, nou ja, dan is die toch vol. Ja. Want die kan er niet bij in, die moet in een tas. Die kan er nog bij in. Dan moet ik zo neerzetten. Of leggen. Kijk. Hup. Zo, die is gelijk beschermd. Kan die dicht, kan die naar de hal, dan is die klaar. Deze is nou klaar. Toppie toch? Nou, dan gaat die naar de hal. Deksel erop. Ja, dat dacht ik al. Gaat erbij? Ja. Nee, ga ik nog niet doen. Ik heb nog spulletjes bij, platte spulletjes. Ja, dat heb ik nog. En die moet ik verhuizen naar het raam. En wat voor het raam hangt, moet daar. Nee, weet ik veel. Nee, zien we wel. In ieder geval, wat er voor het raam hangt, dat is niet goed. Nee. Maar ik heb nog meer platte spulletjes, zie ik. Ja, dat gaan we doen. Dat, ze zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Het is bijna avond. Ja, het is 5:31, het is 6:30 geweest. En ja. Ze zeggen, smakelijk eten. Ja, toch? Ja. Nou, ik ga dat om 7:00 doen. Ik ga nog eventjes door. Ze zeggen, doei! Ja, lieve vrienden. Ik heb al 2 grote curven boxen vol wit terug naar boven gebracht. Ik heb er weer eentje vol gewerkt, maar dat is geen niet een grote, maar een middelmaat, laat maar zeggen. Die is ook al vol. Die staat daar, die met die roze deksel erop, als jullie die kunnen zien. Ja, nou, daar moet ik nog mee aan de gang. En dan denk je van, nou, wat heb je dan gedaan? Nou, dat is allemaal, dat is nog niet weg, hè? Nee. Maar alles wat op de feestbank stond, heb ik al opgeruimd. De kleine dingetjes wat aan de kasten hingen. De tafel die is praktisch al leeg met de spulletjes die erop stonden. Dus ja, ik heb hier nog 3 huisjes staan. Nou, daar zoek ik nog een passend doosje voor. Die kerstman staat nog. Die moet in de doos waar de kerststal in moet, maar die staat nog boven. Dus ja, en die moet nog opgeruimd worden. En dat kerststukje gaat naar boven toe, die komt op de kast te staan. Maar ik denk bij mezelf zo, ik heb al eventjes genoeg gedaan. Ik ga een hapje eten maken. Rijka heeft nog eten staan voor vanmiddag. Dat gaat ze eerst maar eens opeten. Ja, maak ik zo meteen even los. De poezenbeestjes krijgen nog heel wat te eten.
En dan hou ik het even voorlopig weer voor gezien, want ik verga van de rugpijn. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten voor morgenmiddag, voor op YouTube, anders hebben jullie morgen niks te zien. Nee, en dan krijg ik er eentje op mijn nek. Ik mis je vlog. Ja, dat is onze Mirjam. Ja, die mist mijn vlog dan, want die kijkt iedere avond voordat ze gaat slapen op de bed een vlog. Dus ja, dan moet ik dat toch even wel voor elkaar zien te maken, ja. Dus ja, speciaal ga ik dat voor jou al helemaal doen, schat. Want anders dan krijg ik op mijn zodanig. En dat mag van jou niet. Nee, ik moet er wel even een vlog voor jou in elkaar zien te flatsen. Maar ja, ze staan al in mappen klaar hoor. Ik kan het zo in de videopad zetten. En dan moet ik er muziek onder zetten. En switch ertussen doen. En dan, nou ja, mijn uurtje, dat heb ik dat in elkaar. En dan kan hij gaan renderen. Oftewel in elkaar zetten. En als dat gedaan is, dan kan ik hem uploaden naar YouTube. Ja, dat komt helemaal goed. Ja. En de rest van de vrienden natuurlijk, ook voor jullie doe ik het net zo goed. Ja, allemaal voor jullie en voor mezelf, want ik vind het zelf ook leuk om te doen. Maar ja, dan heb je ook Facebook weer, daar moet ik ook weer mee aan de gang. Ben ik ook vandaag nog niet aan toe gekomen. Karin, de ijsbeertjes die ik gekregen had, heb ik ook al opgeruimd. Nou, dat... Mijn pauw die heb ik van mijn man gehad, dat was de kerst voordat hij kwam te overlijden. Die wordt dus niet opgeruimd. Nee, dat is mijn pauw, die komt weer op mijn scherm. Net zoals deze drie eenheden van oranje. Ja, die komen er ook weer op. Mijn kruisje hangt er al op. Maar dit moet even met secondenlijm en dan moet er weer even een druppie erop en dan zet ik ze er helemaal weer op. Komt ook allemaal wel weer goed, ja. Maar eerst de kerstspullen even opgeruimd hebben, ja. Mijn lievelingsserie is ook bezig, dus ga ik ook kijken. En tussendoor maak ik mijn eten klaar, zo zeg ik.